vandaag een shoplogje voor jullie. Wat dingen. Want de sale is weer begonnen. Dat vind ik echt altijd. Ja, dat kan ik niet weerstaan. En ja, ik voel me. Ik moet zeggen dat ik echt een beetje misselijk ben. Ik heb vanochtend een eistest gedaan voor de krant Metro. Samen met Merel. Die volg ik al echt al heel lang op Twitter. En Rob Geus van de Smaakpolitie. We hebben vijf zaken afgelopen en daar hebben we slagroom en ijs geproefd. En het meeste is ook gewoon niet lekker. Gewoon zo chemisch en te zoet. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal geen fan ben van ijs. Dus het was echt zo van, wat heb je met ijs? En toen dacht ik van, ik heb echt niks met ijs. Dus ja, ik ben echt, ik weet niet, ik heb helemaal geen trek en ik ben echt een beetje... Ik kan sowieso niet goed tegen 's ochtends eten laat staan, zoete dingen, vette dingen. Dus ik voel me een beetje... Maar ik ging daar nog lekker even de stad in. Onder andere ben ik bij de Pool & Bear geweest. Ik had echt shirtjes nodig, want ik heb het afgelopen jaar echt wel gewoon veel geshopt. Maar ik heb heel veel jurkjes gekocht. En ik merkte dat echt... Ik heb van de mijn kledingkast uitgezocht en heel veel verkocht. En ik heb gewoon geen shirtjes meer. Dus ik heb echt shirtjes nodig. Dus ik zag deze. Deze is echt heel cute. Met allemaal details erop. Zelfs een lipstickje. Die vind ik echt het schattigst. Maar gewoon ook zo'n, ja, zo'n fotocamera. En gewoon, I love it. Dus die vond ik heel leuk. En die was normaal 8 euro. En die was nu 6 euro afgeprijsd. Niet 6 euro afgeprijsd, maar was nu 6 euro. Er was ook heel veel leuke rokjes afgeprijsd. En ik moet zeggen dat het taille echt zo klein. Zara, Bershka, Pull & Bear, allemaal van hetzelfde merk. Kleding, tops en zo gaat nog wel. Ja, gaat eigenlijk prima. Maar zo, broeken kom ik sowieso niet in bij de Zara en zo. Nee, nooit. En nu zit ik ook te kijken. Ik heb een L genomen. En nu denk ik echt van... Ik heb expres nog gekeken of ze een XL misschien hadden. Maar ik dacht, nou... Die hadden ze überhaupt niet. Dus ik dacht, nou, ik probeer een L. Maar nu zit ik te kijken. Ik denk, jeetje. Hij rekt dan op zich gewoon mee. En mijn taille is wat slanker. Dus misschien ook om gewoon dan mijn taille moet dragen. Maar wow, jongens. Dit is een L. Kijk hoe krap dit is. Ja, vind ik. Dus dat vind ik altijd wel jammer bij die winkels. Ze hebben daar altijd hele leuke broeken met prints en zo. Maar voor leuke prijzen, maar echt kanseloos voor mij. Maar goed, dit is dus een langere rok. Beetje een skater model, maar dan wel wat langer. Dus dat ja, vond ik wel leuk op zich. Ik hou wel van rokken dragen. En deze is misschien ook wel fijn met wat warmer weer. Toch, weet je, ik wil wel blote benen, maar shorts ga ik niet in, want het... Ik vind dat veel te kort voor mij. En ik heb niet zulke mooie bovenbenen. En ik wil dat ik gewoon niet laten zien. En het lijkt wel of er niks tussenin is. Het is echt lange broek of billenbroek. Dus ja, dit is dan misschien wat chill. Wel zwart, maar toch. Ik vond het gewoon een hele mooie rok voor maar 10 euro. Toen ben ik nog even naar de H&M geweest. Daar heb ik onder andere nieuwe elastiekjes gekocht. Zonder ijzerdraadje ertussen. Die kook ik altijd, zodat het je haar niet beschadigt. Maar ze lubberen echt heel snel uit, moet ik zeggen. Of het gaat hier tussen... Ja, ze moeten ergens... Hij moet ergens verbonden worden. En het wordt dan hier... Wordt het een beetje bij elkaar gesmolten. Maar uiteindelijk gaat het toch helemaal uitlubberen altijd. Dus bij mij, ja... Ik heb nu alleen maar uitgelubberde elastiekjes. Oh. Dus ik moet dat af en toe nieuwe kopen. Echt zo'n saaie aankoop. Echt hekel aan dingen die je moet kopen. Heel saai. Dus het is 1,95. Dan zag ik deze body. En ik ben best wel nieuwsgierig naar hoe fijn deze zijn. Op zich lijkt het me heel fijn omdat het gewoon onder je kleding zit. Dus het kruipt niet omhoog. Maar het zit wel echt onder je punani. Of net iets erboven zit het zo vast. En ik weet niet of... Het zijn harde knoopjes. Ik weet niet of je er zeg maar, dan op zit. Volgens mij niet. Volgens mij zit het dan net iets boven. Wow, too much details. Maar ik ben hier heel benieuwd naar. Sowieso is het niet handig als je heel erg moet plassen. Dus ik moet hier wel rekening mee houden. Want ik ben zo iemand die heel... Die vergeet te plassen. En dan ineens heel nodig moet. En dan hou ik het bijna niet. Dus dan is dit echt niet handig. En het ja... Weet je... Het is wel apart. Maar
ik vind dit wel, ja, het lijkt me heel chill. Omdat het gewoon blijft zitten en dus niet omhoog kruipt. Dus, maar ik ben heel benieuwd hoe het staat. Hij is aan de achterkant best wel laag, een beetje laag uitgesneden. Maar het printje vond ik wel heel schattig. Die is normaal 14,95 en die was nu 7 euro. Dan ben ik naar de Monkey geweest en ik kan eigenlijk niet naar de Monkey gaan zonder dat ik word aangesproken. Echt, ik word altijd herkend in de Monkey. Ik weet niet hoe het kan, maar... Dus ik was vandaag ook vet relaxed aan het winkelen en toen hoorde ik ineens zo ergens uit een pashokje... Oh my god, zij is van YouTube! En ik... de verkoper keek echt zo naar me, what the fuck... Dus ik ben er maar gelijk even heen gelopen en op de foto gaan. Ik vind het echt heel leuk. Maar het is ook de enige winkel waar ze gewoon niet moeilijk doen als je op de foto gaat. Dus dat is heel leuk. En Monkey heeft zo'n chille sale. Het is echt de beste sale ever. Ik moet zeggen dat ik normaal bijna nooit wat koop bij de Monkey. Omdat ik het iets te duur vind. Of dus ja, de kleding is niet helemaal mijn ding. Maar als ik dan wat zie in de sale, dan denk ik... Zoals deze blouse is normaal 30 euro. Dat vind ik best wel duur. Het is een hele schattige blouse met allemaal hondjes. En ik hou echt van printjes en van diertjes. Dus ik vond deze echt te leuk. En nu was die maar 6 euro. What the fuck? 6 euro. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik had hem al vaker gezien, maar ik vond hem leuk. Dus nu, ja, dat is echt de ideale sale. Dus wat sale houdt. Go check the Monkey out. Dan ben ik ook nog naar de Xenos geweest. En ook naar de Flying Tiger. Maar ik heb daar alleen maar cadeautjes gekocht. En die kan ik helaas niet laten zien. Want ja. Maar ik zelf vind het ook altijd leuk om het eten en drinken uit te checken. Ik heb onder andere pineapple van Maza gekocht. Ja, Maza is best wel bekend. Maar ik vind die drankjes heel lekker. Best wel zoet voor fruitswapjes. Maar ik vind deze heel lekker. Dus ananas. En ik zag nieuwe smaken. Arizona. Ik weet dat ze, bijvoorbeeld in Amerika, hebben ze zoveel smaken. Dus volgens mij heb ik ze wel eens een keer geprobeerd. Oh ja, deze is trouwens gewoon toch wel in de winkel te koop. Pomegranate. Bedenk ik me nu. Ik dacht nu, ik pak de smaken die ik normaal niet heb. Maar volgens mij kan je deze ook gewoon in de supermarkt kopen. Maar dit zijn nog wel de leukere blikjes. Ik vind ze zo leuk eruit zien. En hier zit 355 milliliter in. En zo, jeetje, ik val al een keer bijna. En in deze ook. En dit is half iced tea en half lemonade. Met citroen smaak. Dus dit is echt fit. Dus dat is ook wel een tip voor jullie. Als je aparte drankjes wilt. Dat is echt. Ze hebben ook Cherry 7 bij de Xenos. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie het leuk vinden, vergeet dan niet hieronder op de abonneerknop te drukken. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video's. En tegenwoordig upload ik minstens 2 video's per week. Echt. Ik ben weer heel erg actief. Ik doe mijn best tenminste. Dus vergeet niet mijn kanaal te checken voor nieuwe video's. En abonneren is gratis en leuk. En duimpjes omhoog zijn blauw. Tot de volgende keer. Doei. Peace out.